Goedemorgen jongeren en welkom bij deze nieuwe week van online leren. Een belangrijke week, want we gaan morgen, dinsdag 31 maart, van de minister horen wat hij besloten heeft samen met het kabinet en meneer Rutte over de sluiting van scholen. Mogelijk wordt die periode verlengd en als we de toch wel wat sombere berichten van het RIVM dit weekend horen en de berichten van de maatregelen die in de landen om ons heen genomen worden, moeten we er toch rekening mee houden dat we op deze manier wat langer door zullen moeten gaan. Goed jongelui, wat mededelingen vooraf en dan het programma. Ik heb jullie vader en moeder gisteravond het programma toegestuurd en ik heb ze gevraagd om even te kijken naar Basispoort. Basispoort is het programma wat we gebruiken voor nieuwsbegrip, maar ook een programma waar je bijvoorbeeld Meander en Brandaan kan doen. Een programma waar je spellingen en rekenen kan oefenen. Een belangrijk programma. Veel kinderen ervaren problemen met het stencilen, met het kopiëren van nieuwsbegrip, het printen daarvan thuis. Of het digitaal maken in de versie zoals je die nu krijgt toegestuurd van mij. Op het moment dat je je account bij je Basispoort weer activeert, dan gaat het allemaal veel makkelijker. En je creëert voor jezelf ook meer oefenmogelijkheden. Let even op die brief, hij zit in de mail van je ouders gisteravond. Junior Einstein wordt door heel weinig van jullie gemaakt. Het is toch heel erg belangrijk. Jongelui, je hebt in de eerste week je account gekregen, je gebruikersnaam en je wachtwoord. Ga alsjeblieft aan de gang. Voor sommige kinderen staan er al 3 teksten open. En dat betekent dat je echt flink achterloopt. Skoola is vrijwillig, maar heeft wel heel veel oefenmogelijkheden. Ik zie dat een aantal kinderen daar leuk gebruik van maken. En ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Ik heb al 2 spreekbeurten binnen en ik weet van een van jullie dat de spreekbeurt bijna af is. Met een WeTransfer naar mij toegestuurd. Ik hoop ze vandaag op het videokanaal te kunnen zetten met toestemming van de beide makers. En dan kunnen jullie ze meekijken. Heel leuk, super. Ik wens jullie een hele fijne week. En dan tot slot nog een paar dingen. Bij taal, rekenen is vandaag nogmaals een herhalingsdag. Ik had het idee dat het voor sommigen allemaal een beetje veel was. Dus je hebt een extra herhalingsdag. En heb je tijd over, dan kun je altijd op Skoola of op Basispoort wat extra gaan oefenen. Taal staat natuurlijk thema 2, les 1 weer. De bladzijnnummers in je programma, 48 en 49, zijn wel correct. Maar dat moet natuurlijk les 5 zijn. Maar volgens mij met behulp van de bladzijnnummers kun je er prima komen. Tekst doorlezen en de moeilijke woorden bestuderen. En eventueel vragen naar je moeder of een woordenboekje gebruiken. Spelling, de nieuwe les, komt nog heel even in een klein setje op het videokanaal. Ik ga dat filmpje zo direct maken. Begrijp het lezen ga je vandaag lekker de antwoorden nakijken. Ik heb ze aan je ouders toegestuurd. Voor de rest heb ik een hele leuke techniekopdracht teruggekregen van een van jullie. Jullie kunt hem op de Facebookpagina van onze school bekijken. Super, helemaal goed. En ook voor deze week is er weer een nieuwe techniekopdracht. Het maken van de robothand. Ook die is in de mail aan je vader en moeder gisteravond verstuurd. Goed jongelui, ik ben er de hele week weer. Ik ben vanochtend tot 12:00 aanwezig. En als er nog iets is, ben ik tussen 1 en 2 ook nog even aanwezig om je vragen via WhatsApp of videobellen of de e-mail te beantwoorden. Goed, ik wens je nogmaals een hele fijne dag. Geniet van het weer af en toe tussendoor met een klein stukje lopen. Maar let op, 1,5 meter afstand is echt belangrijk. Tot ziens.